Het is al 9:30. Ik ben heel erg van C-Radio aan het genieten. Ik heb ondertussen even gekeken van wat ik met die tattoo zou willen. En ik ben er wel zo'n beetje uit. Ik zou zo'n sierlijke tattoo op mijn voet willen. Ik weet niet of dat lukt. Maar... met deze foto uitgewerkt, en dan wel, dit is op zich wel heel mooi, het idee dat er een prothese aan zit. Maar ik wil dan dit gewoon uitgewerkt tot een normale dolfijnenstaart. En dan hier de punt komma. En dan... ergens in het sierlijke of zo misschien. Want ik had nog een sierlijk plaatje gezien. Ik had deze bijvoorbeeld gezien. Maar dat zie je helemaal niet. Oh, wacht, kijk. Z88.3's annual fall fundraiser is currently underway. Die had ik gezien. En... ik had er eenmaal iemand op de voet gezien. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel heel mooi. En dan hier in plaats van die R, een punt komma. En dan hier of zo, dan die bijbeltekst. Of weet ik veel. Maar ik heb dus al een aantal ideetjes. Zet mijn haar nu gekken. En ik ben van plan om maandag even bij hem langs te gaan, de tattooartiest. Om even te vragen van wat zijn mogelijkheden en dergelijke. Het lijkt mij namelijk echt wel cool om dat op mijn voet te hebben. Maar ik weet niet of dat dan kan met de twee dolfijnen. Dan wordt het misschien weer een beetje... druk en vol. Maar door naar mijn voet vind ik wel een mooi iets. Dus, ja. En dat. En ik blijf dus thuis vandaag. Dus ik blijf nog even lekker liggen. Later weer bij jullie terug. Wacht even, hoe zit dit? Die steekt gewoon een beetje uit. Nou, tot straks. Dit is eigenlijk wat ik bedacht heb. En dan hoop ik dat een lettertype hetzelfde kan zijn als dit. Ik weet alleen niet meer hoe dat lettertype heette. En ik kon het ook niet terugvinden. Maar, dan hoop ik dus dat hij dat een beetje zo in mooie proporties erom kan maken en zo. En dan dus deze, die springt dan inderdaad over het teken heen. En dan dus de verwijzing naar de tekst en die duikt daar dan weer onder. Dat leek me eigenlijk wel een mooie, maar ik denk dat deze dan iets groter mag. En daaronder, en dan moet natuurlijk nog in de goede grootte. Want dan wil ik het... op de zijkant van mijn arm. Lijkt me wel een vette plek. Ik wil jullie mening over mijn Lecoq sportief schoenen. Ik heb deze dus gekocht.
En er zitten witte veters in. Kan nog hoger, hè, de veters. Maar ik heb er roze veters bij gekregen. Wat zou mooier zijn? Roze veters erin? Witte veters. Roze veters? Witte veters. Geef mij je mening. Want ik beslis wel uiteindelijk zelf. Maar jullie mening kan mij misschien wel helpen erbij. Er wordt volgens mij vergeten dat iedereen hier ineens weggaat. Daarnaast, iedereen die me ook maar een beetje mocht, laat me weer vallen. Doordat ik een extreem depressieve buik heb, ben ik dus nog eenzamer als dat ik al was. En dan wordt er gezegd, daar kan je wat aan doen. Ja, ik kan altijd weer nieuwe vrienden zoeken, maar die gaan me na een half jaar weer laten vallen. Schiet ik niks mee op? Ik weet het even allemaal niet meer. Ik ben later weer bij jullie terug. Net een vlog van, net, is ook al even geleden, maar hij is nu net klaar met opslaan, van gisteren bewerkt. En daar ben ik toch ook wel weer vrolijk van. Ik bedoel, het is wel een depressieve vlog, ook, maar ik doe ook gewoon gek. En dat inderdaad, dat zei ik, dat heb ik er niet zo ingelaten volgens mij, ik weet het niet meer. Maar ik kan best begrijpen dat... Want Enzo schijnt dus bij Late Night verteld te hebben over negatieve gedachten. En dat vloggen hem er wel bij helpt om dat daarmee om te gaan. Ik kijk het terug en ik denk bij mezelf. Dan ben ik toch gek. Maar als ik in mijn eentje ben, kan ik mezelf zijn. En ik heb schijt aan wat jullie denken dan. Want ik ben mezelf. Of wie ik wil zijn, of hè? Ik doe in ieder geval niet alsof. Dus ja. Dat is het eigenlijk een beetje. Ik heb eten besteld bij Domino's weer. Maar pas op 5 uur bezorgen gezet. En het is nu 4:10. Dus het duurt nog wel heel even. Maar ik denk, ik bestel het alvast. En ik ga nu weer even filmpjes van Louis Caliber kijken. Die is echt geestig. En misschien moet ik maar gewoon een beetje teruggetrokken leventje leiden. Dus, ja. In ieder geval ben ik later weer bij je terug. Doei! Vlog van gisteren is in de upload. Wat ga ik eigenlijk doen? Oh ja, ik ga de Enzo-vlog kijken. Dus even kijken of er niks met YouTube aan de hand is. Ja. Het is ook weer een korte vlog, zeg. Het is ook weer zo'n korte vlog. Nou, maar in ieder geval ga ik die nu even kijken. Waar is mijn muis? Daar. En dan doe ik die aan. En dan doe ik dat even zo hier neerzetten. Nee. Ja. Dus ik ga dat even kijken. Doei. Soms heb je zo'n droog muziekje op de achtergrond. Yeah.
En je mag natuurlijk ook geen copyrighted dingen doen, maar dan kom je soms op zulke gekke muziekjes. En veel YouTubers hebben natuurlijk muziek op de achtergrond op sommige punten. Dus het is soms zo grappig. Het is bijna 5 uur. Dus ik ga vast even wachten. Want ze weten het niet altijd goed te vinden. Oh, en dan moet ik op de sleutel hebben. Altijd. Always. Dus. Later. Wat een timing. De kerkklok had net 5 uur geslagen. Dan blijf je lekker een beetje in het donker zitten. Dat is leuker om filmpjes te kijken namelijk. Trap gelopen. Ik ga nu lekker eten. En ik heb voor het eerst een combinatiebox van de kip genomen. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Nou, doei! Ik ga de vlog bij deze afsluiten. Tot morgen. Doei!